Leuk dat je kijkt naar Gaming Geeks Next, het programma dat altijd kritisch en informatief is en jou op de hoogte brengt van de nieuwste games. Het is maart en het einde van het eerste kwartaal is alweer hier. Maar niet voordat vele partijen nog net even het boekjaar met een knaller proberen af te sluiten. Deze maand zijn we onder andere Piraten van de Zee, maar dan niet als Samson en Gert. Speel je weer als vanouds samen met een vriend een gaming couch co-op en verschijnt er een roze kauwgombal voor de Nintendo Switch. Far Cry 5 is zoals de titel al doet vermoeden het vijfde officiële deel in de Far Cry franchise. Deze keer geen tropische locatie of een Himalaya gebergte, want we trekken naar het platteland. Hope County, Montana. Normaal heb ik niet heel veel met de Far Cry games, maar in dit geval is het thema waar de game mee speelt erg interessant. Namelijk religie, of nou ja, ik weet niet of religie helemaal het juiste woord is. Ik denk dat het zich misschien beter laat omschrijven als een sekte. Hope County wordt gerund door een man die zichzelf de Father laat noemen. Samen met zijn familie, beter bekend als de Heralds, leidde zij een beweging genaamd Eden's Gate. Niet iedereen is het eens met de Heralds en als onderdeel van een verzetsbeweging neem jij het tegen hen op. Voor de rest is het gewoon weer een Far Cry game. Kortom, action-adventure gecombineerd met first-person shooter actie. Dus als dat je ding is, kom je vast aan je trekken. A Way Out is de co-op game van Hazelight Studios. Zij waren eerder verantwoordelijk voor Brothers: A Tale of Two Sons. En met A Way Out houden zij vast aan het broederthema. In deze game speel je met twee broers en dien je samen te werken om onder andere uit de gevangenis te ontsnappen. Met asymmetrische gameplay is de ene speler bijvoorbeeld bezig met het afleiden van een bewaker, terwijl de andere speler op een andere manier zijn onderdeel voor de ontsnapping verzorgt. Het toffe aan deze titel is dat je naar het schijnt maar één kopie nodig hebt van de game om de game toch in co-op te kunnen spelen. Of dit waar is, moet nog blijken, gezien er wordt gestrooid met de term Friend Trial. Iets dat de suggestie wekt dat dit eenmalig werkt, en niet bij andere friends. En het feit dat EA de uitgever is van A Way Out, geeft mij nou ook niet echt veel vertrouwen. Sea of Thieves, de veel te vaak uitgestelde piraten multiplayer game van Rare, komt deze maand eindelijk bovendrijven. Persoonlijk wil ik de game nog steeds wel proberen, maar is de titel voor mij echt over zijn momentum heen. De game komt echt een jaar, zo niet twee jaar, te laat. Helemaal als je kijkt naar wat nu de populaire multiplayer titels zijn. Sea of Thieves moet van hele goede huizen komen om iedereen weg te lokken bij Overwatch, Rocket League, PUBG, Fortnite en andere populaire concurrentie. For better or worse, deze maand komen we erachter of het echt het wachten waard is geweest. Of dat Sea of Thieves toch echt de boot heeft gemist. Het is even rustig geweest wat betreft Switch releases die echt komen uit de stal van Nintendo. Maar daar komt met Kirby Star Allies verandering in. Het nieuwste deel in de Kirby-reeks. Wat centraal staat in deze titel zijn de Allies. Je kunt de game zelfs in coöperatieve modus met maximaal 3 extra spelers spelen om zo je eigen Allies te werven. De zuigkrachten van Kirby zijn wederom uitgebreid, ditmaal met onder andere de kunstenaarskracht, waarmee je jouw creaties vanaf het canvas tot leven laat komen. Of de spinnenkracht, waarmee je jouw vijanden oprolt in heuse spinnenwebben. Daarnaast is er ook nog de mogelijkheid om je krachten te combineren met diverse elementen om puzzels op te lossen. Dus, met welke drie vrienden schiet jij Dreamland te hulp? Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom is het vervolg op het origineel dat verscheen in 2010. Ni no Kuni 2 is weer ontwikkeld door Level 5. Alleen anders dan het origineel is Japans animatiehuis Studio Ghibli niet betrokken bij de ontwikkeling van het tweede deel. Wel keren er een designer en een componist van Studio Ghibli terug voor deze sequel. Daarnaast is de actie in dit deel niet langer turn-based en hebben we hier dus te maken met een wat modernere vorm van een JRPG. Hoewel Ni no Kuni 2 er werkelijk waar schitterend uitziet, is het denk ik niet direct mijn ding. Wie laat zich straks wel opslokken door dit sprookje? Ik speel deze maand waarschijnlijk A Way Out met een vriend op de bank. Maar voor de rest ben ik nog aardig zoet met andere games, zoals bijvoorbeeld Dragon Ball FighterZ, de laatste loodjes van Shadow of the Colossus en wil ik proberen te starten met Bayonetta voor de Switch. En jij, welke games haal jij deze maand in huis? Laat het even weten in de comments of op Twitter met de hashtag GamingKingsNext. Volgende maand ben ik er weer met een nieuwe Gaming Geeks Next. Tot die tijd veel gameplezier. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal door op die knop in het midden in te drukken. En druk dan ook meteen even op het belletje. Check ook deze twee andere video's. En wil je nou nog veel meer van ons zien? Ga dan naar de inmiddels bekende plek www.gaminggeeks.nl.